Voorzitter, in wat voor land leven we dat als je hier, ik doe dat elke ochtend naar de Tweede Kamer wandelt, dat je talloze mensen tegenkomt die op straat wonen, die geen dak boven hun hoofd hebben? In wat voor land leven we als we hier in de Tweede Kamer een of andere hoge pief van Ahold ontvangen en die zegt, ja, het is eigenlijk wel best wel oké dat de hoogste baas van Ahold 128 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer van zijn bedrijf? In wat voor land leven we als 1,5 miljoen mensen niet naar de tandarts durft te gaan vanwege de hoge kosten? In wat voor een land leven we als je onterecht beschuldigd kan worden als fraudeur in een toeslagenschandaal? In wat voor land leven we dat het openbaar vervoer peperduur is geworden? Superveel buslijnen zijn geschrapt, nou, in de steden, maar heb het zeker niet over buiten de steden. Ondertussen is het hartstikke duur, maar de winst van het openbaar vervoer gaat naar veelal buitenlandse aandeelhouders. In wat voor een land leven we dat ziekenhuizen eerste hulpafdelingen sluiten, verloskundeafdelingen sluiten en de Tweede Kamer hier machteloos staat te zijn? Voorzitter, dat is het land van Rutte. Dat is het land van 12 jaar kabinet Rutte. En dan staan we hier vandaag in een debat in een tijd waarin er sprake is van graaiflatie. Bedrijven die onnodig de prijzen verhogen, terwijl ze al woekerwinsten maken. Bedrijven, grote bedrijven heb ik het dan over, maken op dit moment historische, je zou ook prima kunnen zeggen hysterische winsten. Het zijn namelijk de hoogste winsten, bedrijfswinsten, in 20 jaar tijd. We zijn, dat zegt de minister-president, het rijkste land ter wereld. En tegelijkertijd hebben we het Rode Kruis in Nederland dat zegt voedselhulp te moeten verlenen aan 400.000 mensen. Voedselhulp in Nederland, het rijkste land ter wereld, aldus de minister-president. En deze minister-president, hij blijft gewoon zitten. We hebben gisteren het Groningen-debat gezien. Ondanks aantoonbare grote fouten die er zijn gemaakt, hij blijft zitten. De minister van Financiën lijkt soms wel enige trots te bespeuren om nu bezuinigingen aan te kondigen. Onder andere op de zorg, onder andere op de huurtoeslag, onder andere op onderwijs, kinderopvang. Ik zou de minister van Financiën willen vragen, wat gaat zij aan die graaiflatie doen? En hoe durft zij bezuinigingen aan te kondigen in een tijd waarin er sprake is van woekerwinsten? Waarom kiest zij niet in plaats van bezuinigen voor belasten? Het eindelijk belasten van de echt hoge inkomens. Het eindelijk belasten van de grote bedrijfswinsten. En voorzitter, ik luister ook met steeds meer moeite naar partijen die staan te juichen bij allerlei maatregelen rondom klimaat die vooral de mensen met de gewone inkomens raken. Dus dan denk ik aan het duurder maken van autorijden bijvoorbeeld. Dan denk ik aan een vliegtax. Dat soort zaken. Als je toch weet dat de 1% rijkste mensen 10 keer meer CO2 uitstoot dan de 50% armste, dan moeten we toch echt vandaag hier besluiten met elkaar dat we stoppen met mensen op onnodige kosten te jagen. Dan moet je toch niet kiezen voor een vliegtax voor een gezin dat hard werkt en spaart om 1 keer per jaar naar Kreta te kunnen vliegen. Maar dan moet je toch kiezen voor een veelvliegerstax voor de 8% mensen die verantwoordelijk is voor 40% van de vluchten, omdat die namelijk zoveel keer per maand de wereld rondvliegen. Dan moet je toch niet kiezen voor het nog duurder maken van autorijden als het openbaar vervoer niet een fatsoenlijk alternatief is. Dan moet je toch kiezen voor betaalbaar gratis openbaar vervoer, ook buiten de steden. Dan moet je toch niet kiezen voor individuele maatregelen als het verbieden van cv-ketels, het verplichten van warmtepompen. Dan zou je toch moeten kiezen juist voor grote projecten, het collectief isoleren van tochtige woningen, waar de mensen wonen met de hoogste energierekeningen. Begin daar. Voorzitter, ik vind dat wij ook als Tweede Kamer naar onszelf moeten kijken. En daar bedoel ik mee dat ik me afvraag, omdat wij hier zo'n beetje elke dag spreken, vaak stemmen over dingen die heel hard ingrijpen in het leven van mensen. Over de kosten, over de hoogte van de belastingen, ging het net, die mensen moeten betalen. Over de hoogte van het eigen risico, over de hoogte van de huren. Maar wie hier merkt daar eigenlijk zelf wat van? Wie ligt er hier eigenlijk zelf wel eens wakker van mogelijke rekeningen die hij niet kan betalen? Ik vermoed niet veel, voorzitter. En dat is ook niet gek. Want onze inkomens, de salaris van Tweede Kamerleden, is ruim 120.000 euro per jaar. En dan lig je niet wakker
van de stijgende prijzen van boodschappen of van die graaiflatie. En dan lig je niet wakker van een eigen risico. En voorzitter, de SP heeft daarom een regeling dat wij een groot deel van ons salaris inleveren. Maar wij vinden dat we dat als Tweede Kamer collectief zouden moeten doen. Wij vinden dat Tweede Kamerleden een derde van hun salaris in zouden moeten leveren.